Hendricks. Op die scouts op de tribune. Godé. Nou, dit is weer balverlies. Zoals de Graafschap veel onnodig balverlies leidt. Lucas Lindenberg. Wel die druk. Maar pas nu denk ik dat Van Duinhoven even de schik te pakken kreeg toen die Wijnhoven zo dichtbij zat. 12 minuten gespeeld in de tweede helft. Van Duinhoven. Roelofsen komt aanlopen, Ballerabe had dan moeten doorkoppen, maar deed dat niet, Jorens wel. Maar niet secuur. Slechte trap olieslag. Roelofsen ineens door, Ballerabe. Hij is er langs. En dat scheelt weinig. Goed schot, Aboubakar Ballerabe. Oosterhuis. Permanent op het middenveld. Kopbal van Liebrecht. Kans goal van Breedveld. Die komt werkelijk uit de lucht vallen dit doelpunt. Ook al was er grote druk van de Graafschap op het Maastrichtse doel. Echt goed wordt er nog niet gespeeld door die Doetinchemmers, wel met hart en ziel. En dat levert dan deze jubel op de tribunes op en deze goal. Voorzet van Lindenberg. En dan timed Liebrechts niet helemaal goed. Sterker nog verkeerd. Hij krijgt Breedveld een kans om te zoenen. En die zoen geeft hij. Hij zal er wat geruster op zijn op de goede afloop. Maar 1-1 is nog steeds niet echt een stand om je plezierig bij te voelen. Zo blijft het een onzeker verhaal. Zeker als hier Ballerabe weer in de buurt van het 16 meter gebied is en knarren gaat schieten. En die bal erin gaat. Ballerabe 2-1. Aboubakar Ballerabe. En zowaar wordt er gejuicht ook door supporters van MVV. En dat is zo heel lang geleden dat die mensen van die bankjes op konden veren. Dat ze het nu maar doen, ook al staat er voor hun club niets meer op het spel. Het is een buitengewoon intrigerende karambol waarna Ballerabe die bal het laatste duwtje geeft. Lindenberg, Oosterhuis, Breedveld of Godé, Oosterhuis, het is een corner. Over Redeker heen, nog een kans voor Redeker. We hebben de lijn gehaald door Ballerabe. Zou die nog een contract moeten verdienen, die Nigeriaan? Oosterhuis. Dan is er niets meer aan de hand. Wijnhoven wordt naar de kant gehaald door Curver. En er komt een extra aanvaller voor in de plaats, Rob Das. Liebrechts. Doel op ze vastgehouden. Voordeelregel. Knarren. Vrije man daar, Visser. Oeh, een goede redding van Olieslager op de buitenkant. Schoen geschoten bal van Roelofsen. Godé. Laat die bal goed vallen dan. Maar Breedveld gaat er niet echt vol inspiratie achteraan. Toch krijgt hij de bal. En het leidt tot een gelijkmaker van Van Schijndel. Daar kun je dan wel gaan zitten, maar 2-2 is toch altijd nog vrij hachelijk om zo de tijd te nemen.
Geen overtreding. En dat is de voorzet op maat. Er staat Van Schijndel volledig ongedekt. En heeft hij alle gelegenheid om de bal tegen de touwen te knikken. En dat was de eindstand. De Graafschap speelt dus met 2-2 gelijk. En moet nu hopen dat Den Haag niet wint bij Heracles. Wij verlieten Almelo met een 1-0 achterstand voor Den Haag. En of die achterstand tegen Heracles kan worden weggewerkt, hoort u van Evert de Napel. De aanhang van Heracles zwaait provocerend naar die van Den Haag op de andere tribune. Na het doelpunt van Berry Huizing. 20 minuten nog heeft Den Haag. En als het hier verliest, heeft het ook geen recht van spreken op promotie. Daar is Friesde. Zijn kopbal is zacht en mist bovendien de goede richting. Talan dan. En daar is de goal van Tebberhof. Nee. Wat zal hij zich dit moment nog vaak herinneren. Talan die plotseling die bal kreeg na een fout van Beerthuizen. En Tebberhof de kans biedt op de gelijkmaker. Maar misschien ook wel zelf had moeten scoren, Jeffrey Talan. Hogendorp. Hezen. Friesde, de verdediger. Als aanvallers het niet doen, moet hij het dan misschien doen. Het been van Beerthuizen voorkomt een Haagse treffer. Corner van Hogendorp. Daar is Hezen. Bal van de doellijn gehaald door Leurink. Faber. Faber nog altijd. Kolmschot. Die heeft een tik gehad. Kruisen. Leverink. En het is 2-0 voor Heracles. En het is over en uit voor FC Den Haag. Een goede bal van Kruse op Levering, dat wel. Maar die wordt knullig verdedigd. En poeiert die bal 13 minuten voor tijd. Voor de tweede keer achter stam. En daarmee is de Haagse hoop op promotie hier in Almelo in rookflarden opgegaan. De ellende in Almelo begint. Heracles supporters provoceerden die van FC Den Haag en die komen op hun beurt verhaal halen. Beerthuizen, de keeper van Heracles, maand zijn supporters nog zich koest te houden. En deze Haagse supporter wordt door de eigen Haagse ordendienst weggeleid. En ook de ME is inmiddels in actie gekomen. Jammer maar helaas. Friesde. Het slotakkoord voor FC Den Haag. Het zag er zo goed uit. Den Haag kreeg kansen. Had hier kunnen winnen. Scoort ook nog wel via Hogendorp. In de tweede minuut van de blessuretijd. Maar het mag voor Den Haag niet meer baten. Eindstand van de wedstrijd. Heracles tegen FC Den Haag. 2-1. De laatste goal voor Den Haag topscorer Rick Hogendorp. En gelukkig gedraagt het Haagse publiek zich zeer sportief hier in Almelo. En applaudisseert het voor de spelers die hun best deden, maar de vorm niet hadden. Den Haag dus, opnieuw een jaar eerste divisie. Het verdriet van het mislukken van de promotie is groot bij de Haagse aanvoerder Dick Hezen. Die zijn ziel en zaligheid in de wedstrijd legde. Maar het mocht niet baten. En o, Den Haag. Als het ooit had kunnen promoveren, was het hier vanavond. Tegen Heracles in Almelo. En dat weet Dick Hezen ook. De tranen vloeien rijkelijk. En de teleurstelling is bitter. Ja, daar hoeven we niets aan toe te voegen. En omdat dus de Graafschap bij MVV met 2-2 gelijk speelde, promoveert de club uit Doetinchem naar de eerste divisie. Daar was het dus feest voor de Graafschap in Maastricht. En trainer Frans Curver op de schouders. En dat bij MVV waar hij speler en trainer was. Die wordt hij luid toegezongen door zijn supporters. Een prachtig moment dus voor Frans Curver. Natuurlijk. Dat is schitterend. Tenminste, dat moet je voelen. Dat gaat van binnen. Dat trilt van binnen. Ik vind het schitterend, ja.
Want een promotiewedstrijd, een kampioenswedstrijd is altijd al een bijzondere ervaring. Maar voor jou hier? Ja, natuurlijk. Maar kijk, dit hele seizoen is voor mij een ervaring geweest. Want ik denk en ik voel dat zelfs, dat ik veel van deze wedstrijden heb moeten spelen om dit te bereiken. Ja, want toen je begon bij de Graafschap stond die ploeg er niet zo best voor, geloof ik. Nee, dat is een 5 spelen en 3 punten. En toen kwam die hele lange achtervolging op Fortuna. Ja, dat klopt. Toen hebben wij dus het hele seizoen stap voor stap hebben gewerkt naar de climax Fortuna toe. In wezen, Fortuna verdient kampioen, maar dan is het toch even een domper. En dan starten we weer toch aan die na-competitie. En dan moet ik zeggen, dat hebben ze fantastisch gedaan, de jongens. Dus alles bij elkaar vind ik dat de jongens een verschrikkelijke goede prestatie hebben geleverd. Ten opzichte van die hele tijd, vanaf het moment dat ik daar ben geweest. Het is nu goed afgelopen, maar jullie zijn door een diep dal gegaan en langs de poorten van de hel, hè? Nou, over 90 minuten bekeken wel. Vooral de eerste helft. De tweede helft dacht ik niet. Kijk, de tweede helft vond ik weer dat daar waren we weer. We waren weer een team. We geloofden erin. We konden toch aanvalspel maken. Wat we voor rust niet gedaan hebben. En dan is het altijd toch een beetje afwachten. Een ploeg die eigenlijk als het ware gedegradeerd is. En wij die alles moeten. Hoe ligt dat? Hoe gaat dat lopen? Is die ploeg gemotiveerd of niet gemotiveerd? En ik moet zeggen, tot 2-2 vond ik MVV ontiegelijk scherp gemotiveerd. Dus wat dat betreft een pluim naar MVV toe. Die hebben een sportieve plicht gedaan, maar dat had je ook verwacht natuurlijk. Had ik ook gedacht, maar ik denk wel. En dat moet ik toch wel zeggen, als ze misschien zo het hele jaar die motivatie hadden gehad, dan hadden ze misschien vanavond niet hoeven te staan. Dat dacht ik wel. Want ik vond ze dus heel erg scherp en verschrikkelijk leuk en goed spelen.